Welkom bij de Groningse Straatkunstprijs aflevering 5. De 9 finalisten zijn bekend. En deze week gaan we kijken naar 3 van die 9 finalisten. En stem ook op uw persoonlijke favoriet op de Groningse Straatkunstprijs.nl. Dit is de Groningse Straatkunstprijs. 8 weken aandacht voor bijzondere kunst in jouw stad. 8 weken om te laten weten wat jij van kunst op straat vindt. En mee te bepalen welk kunstwerk de Straatkunstprijs wint. De openbare ruimte is ook jouw ruimte. Maar deskundigen bepalen meestal wat voor kunst daar moet staan. In de Straatkunstprijs bepaal jij op welke straatkunst Groningen trots is. Het werkt heel eenvoudig. Groningers nomineren hun favoriete kunst op straat. En het kunstwerk met de meeste stemmen wint eind juni de Groningse Straatkunstprijs. Je kunt alles volgen op OogTV, in het Dagblad van het Noorden en op straatkunstprijs.nl. En we beginnen met Ultra van Sylvia B., die net vandaag een opknapbeurtje krijgt. Dit is voor het eerst sinds hier staat, dus de eerste keer in 7 jaar. Eigenlijk zou het gezicht wel wat vaker gewassen moeten worden. Het is natuurlijk eigenlijk net als een witte auto. Als je die voor 2 keer per jaar wast, dan kan je nog wel met een beetje commandant wat vuil en roest eraf krijgen. Maar als je het 7 jaar niet doet, ja, dan... Moet je natuurlijk opnieuw gaan schilderen. Nou ja. Ja, ik heb dus inderdaad behalve een roodbruin heb ik ook nog een beetje een geelbruin bij me. En echt felle oranje en geel en zwart. En ze kan er ook een beetje een coupe soleil geven. Dat de hoogste punten gewoon wat lichter zijn, zeg maar. En de diepste punten wat donkerder. Zodat het een beetje een levendig effect is. Zodat het eigenlijk ja, is zoals een hoest ook in het echt is. Ik vond het wel mooi om op deze plek, die zo super nieuw is, om ook iets neer te zetten wat een soort geschiedenis lijkt. Ik vond het ook prettig om inderdaad gewoon iets neer te zetten wat niet heel glad en nieuw en kant en klaar is. Ja, zo'n beeld wat wel zich tussen allerlei mogelijkheden bevindt. Dus tussen mens en dier, tussen man en vrouw, tussen sekses, tussen pop en mens. Daar werk ik wel heel veel mee, ja. Ja. Het is leuk om weer zo dicht bij haar te zijn en om de haarspeldjes ook weer eens van dichtbij te bekijken. Ja, ze zit eigenlijk vol met details die ja, zowel naar de geschiedenis verwijzen als heel erg naar deze tijd. Ze is een beetje tussen leeftijden en tussen eeuwen. Het is een heel een hybride dame. Ik probeer altijd zoveel mogelijk ingangen te creëren voor associaties van mensen. Dus ik vind het leuk als dat gebeurt. Waardoor je meestal niet direct kan oordelen. Ik vind het prettig als je in die toestand van twijfel komt. Omdat in twijfel ligt natuurlijk de oorsprong van al het nadenken. Ik heb me inderdaad laten inspireren ook door dit gebied. Want dit gebied is natuurlijk ook heel eclectisch. Het is postmoderne architectuur. Waarin ook alle invloeden van alle tijden in zitten, maar ook van alle werelddelen. Maar vooral viel me op dat het echt een enorme parade is van pilaren en pilasters en steun. Ik wilde iemand maken eigenlijk die gewoon vooraan de parade loopt. De wiesent is eigenlijk een oerdier van oorsprong. Net als de bison en allerlei andere rundersoorten. Daarom hou ik er ook zo van, omdat het de inhoud en de betekenis en de kracht van zo'n oerdier is samengebald in zo'n stuk steen. In de tijd dat Vladimir de Vries beeldhouwer was, zat hij in een beetje een moeilijke periode. Hij is een figuratieve beeldhouwer, dat wil zeggen de vormen die hij maakt herkennen we. Het is geen abstracte beeldhouwer. Maar juist in een tijd waarin hij een klein beetje succes begon te krijgen, kregen we de vrije jaren 70 en toen veranderde de smaak van het publiek. Want toen vond men abstracte kunst veel belangrijker dan figuratieve kunst. En toen kreeg Vladimir de Vries nog niet de waardering
die hij eigenlijk verdiende. Maar nu dan dus eindelijk wel. Zowel de jury van de Straatkunstprijs als de buurtbewoners zijn zeer over het robuuste rund te spreken. Ik vind het prachtig beeld. Wat vindt u er mooi aan? Ik weet niet, het past in het plantsoen. Het is mooi robuust, niet opvallend. Ik vind het een mooi beeld. Een punt dat de jury met name noemde was de aaibaarheid van het beeld. Opvallend als je beseft hoe het beeld tot stand is gekomen. Vladimir de Vries is nog een echte ouderwetse beeldhouwer, dus hij houde echt in het beeld. Maar dat hij koos voor die muskelkalksteen, dat is wel bijzonder, want er is bijna niet op te werken. Heeft hij dit anderhalf jaar heeft hij hierover gedaan. En je ziet dat hier ook overal heeft met een beitel en een stalen hamer heeft hij hierop ingehakt de hele tijd om deze structuur te krijgen. En het is buitengewoon zwaar werk. Als je bij Vladimir de Vries voor de eerste keer kwam, dan verwacht je dus een hele stoere beeldhouwer. Hè? Zo'n man met enorme spieren en zo. En wat je zag was een tengere, hele lieve, zachte man. Hij praat ook met een zachte stem. En je kon je bijna niet voorstellen dat hij op dit beeld heeft gezeten, op dit brok steen. En daar met hamer en bijtel aan in de weer is geweest, anderhalf jaar lang. Ja, het is ook een ideaal beeld voor een publieke ruimte, wat het Noorderplantsoen toch eigenlijk is. In eerste plaats omdat het onverwoestbaar is. En het is natuurlijk wel zo, ja, mensen kunnen daar van alles op kalken en overheen hangen en opzetten en zo. Maar dat is nou helemaal eigen aan de publieke ruimte. En ik, bij die Vicent, die kan het wel een beetje hebben. De meeste beelden die staan waar ze staan, die zijn wat ze zijn. Maar wat een ander aspect is, een bijzonder aspect bij het beeld van Vladimir de Vries, is dat hij beweging heeft gesuggereerd. Het is een klomp steen, het kan geen millimeter verplaatsen, maar je hebt toch het idee dat het beest vooruit gaat. Je ziet zijn manen als het ware trillen, je ziet zijn poten vooruit gaan. Die suggestie is heel sterk en dat vind ik echt een van de mooiste dingen van het beeld. Dat waren twee van de drie finalisten van deze week die u te zien krijgt. We gaan nu kijken naar Portaal van Gert Senema hier in de Volkingenstraat. Ik heb Marcel Wiggers meegenomen. Hij is beheerder van de synagoge die daar staat. En hij vindt het volgens mij ontzettend terecht dat dit kunstwerk is genomineerd, of niet Marcel? Ja, zeker. Het is een bijzonder kunstwerk. Hoewel veel mensen dit kunstwerk niet kennen, want het is een beetje weggestopt hier in de Volkingenstraat. Ik moet zeggen dat ik hem eigenlijk ook niet had gezien voordat ik wist dat die finalist was. Klopt, ja. Er zijn 5 kunstwerken hier in de Volkingenstraat die allemaal verwijzen naar het Joodse verleden van deze buurt. Maar al die 5 kunstwerken, hartstikke onbekend. Niemand ziet ze. Beetje pijnlijk eigenlijk, toch? Pijnlijk. Aan de ene kant was het de opdracht van de gemeente dat ze een beetje weggestopt moesten worden. Want je kunt hier geen beeldhouwwerk, geen monument midden in de Volkingenstraat inzetten. Want ze knalden er tegenaan, de fietsers knalden ook bijna tegen ons aan. Dus het moesten kunstwerken zijn die geen ruimte innamen, maar die toch wel heel sprekend zijn. Nou, dit kunstwerk is enorm sprekend in al zijn stilte, zou je kunnen zeggen. Wat zegt dit kunstwerk? Dit kunstwerk zegt dat je hier niet meer uit kunt. Er zit namelijk geen klink aan. Nee, kijk, hier zou een klink moeten zitten, ja. Of hier. Maar je kunt hem niet open krijgen, die deur. Hij is definitief dicht. Nou, definitief dicht is ook het boek van de geschiedenis van de Joden in deze buurt. Dit was ooit een levendige Jodenbuurt. Alle Joden zijn gedeporteerd en vermoord. Niemand overgebleven. Dus sinds 1945 is dit geen Jodenbuurt meer. Is de Joodse geschiedenis gesloten zoals deze deur gesloten is. Er is nog een tweede betekenis aan deze deur. Namelijk, de Joden werden gedwongen zich te begeven naar het station om daar vervolgens gedeporteerd te worden naar Westerbork en verder. Nou, dat dwingen, dat geen kant meer op kunnen, dat verbeeldt deze deur ook. Men zat opgesloten. De Joden konden geen kant meer op, gingen uiteindelijk definitief richting gaskamers. Marcel, je zit hier ook wel lekker. IJsje te eten in de zon, mooi uitzicht op de stad. Ja. Yeah. Mag dat wel eigenlijk bij zo'n belangrijk ding? Dat is natuurlijk ideaal van kunst, hè. Denk dan bijvoorbeeld aan het grote monument in Berlijn. Holocaust-monument. Het Holocaust-monument, vlakbij de Brandenburger Tor. Het monument ter nagedachtenis aan de vermoorde Joden, de 6 miljoen. Daar zitten mensen ook dagelijks ijsjes te eten. En kinderen lopen te zwalken tussen al die blokken door. Ze lopen te giechelen en gein te maken. Leuk, gezellig. Nou, dat is toch ook het leven?
Het leven, dat moet je toch mengen met de dood, als het ware? Waarom zou je gaan zitten treuren op zo'n monument? Heb er plezier, beleef het. Daar gaat het om. Beleven van de kunst. Dit waren de eerste drie finalisten. Vergeet niet te stemmen online op straatkunstprijs.nl op uw favoriete Groningse straatkunstwerk. Kies alleen uit de 9 finalisten die er nog over zijn. Volgende week gaan we weer 3 andere finalisten bekijken van de Groningse Straatkunstprijs. Tot volgende week. Doe ook mee met de Straatkunstprijs. Tot 22 juni kun jij mee bepalen welk kunstwerk de Groningse Straatkunstprijs wint dit jaar. Ga naar de website om te stemmen of gebruik de Straatkunstprijs Layer om met je smartphone mee te doen.